Dank u wel. Dan geef ik graag het woord. Eerst nog een interruptie van de heer Bode. Het woord is aan hem. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik wil toch even de heer Van der Raan bevragen op het algemeen aanwezige alarmisme in het verhaal van zijn partij en van hemzelf. Het is altijd het idee dat de planeet er heel slecht aan toe is, dat we op de rand staan van allerlei rampen. Maar die rampen die komen eigenlijk steeds niet. Er wordt al 40 jaar gezegd, de zure regen gaat alles voor dit en dat. En eigenlijk blijkt het steeds heel erg mee te vallen. En meest recent is het herstel van de Great Barrier Reef, het koraalrif. Waar dan ook door de heer Van Raan en anderen werd gezegd dat door de verandering van wereldwijde klimaten de oceanen zouden verzuren en koraal allemaal zou afsterven, blijkt niet te gebeuren. Kan hij daarop reageren en misschien meenemen in zijn antwoord gewoon de vraag, twijfelt hij wel eens aan of dat alarmisme nou eigenlijk feitelijk wel gewoon klopt? Of is het misschien zo dat de impact van de mens en heel erg meevalt en de planeet er veel beter aan toe is dan hij vreest? Dank u wel voor deze interruptie. Het is een brede vraag. Laat ik beginnen met de vrij essentiële vraag van de heer Baudet. Of ik wel eens twijfel. Voorzitter, op dit moment twijfel ik. Ik twijfel aan de heer Baudet. Op welke planeet hij zich bevindt. En ik twijfel ook heel veel aan de klimaatwetenschappen. Want twijfel is de essentie van de vooruitgang in wetenschap. Ik denk dat de heer Baudet het dat met mij eens is. En die klimaatwetenschap, die vertelt ons niet zozeer dat we alarm moeten slaan of dat we alarmistisch moeten gaan worden. Nee, die beschrijft de werkelijkheid van hoe de planeet er op dit moment voor staat. Dus met die wetenschappelijke principes van twijfel, van uitgedaagd worden, van elkaar bevragen van klopt het dat? Zijn de modellen goed? Hoe staat het ervoor? Kom je in de wetenschap tot, en ik denk dat de heer Baudet dat ook wel herkent, en de wetenschap bestaat niet, daar hebben we al eens eerder een gesprek over gehad, maar er bestaat wel zoiets als een gouden standaard in de wetenschap. En de gouden standaard wordt inderdaad gevormd door twijfel. Ik kijk even naar de voorzitter. Hoeveel tijd ik hier eigenlijk heb? Nou, ik denk dat als ik zeg, praat ik zie iedereen door, geboeid luisteren. Dat u een hoorcollege gaat geven. Nou ja, het is ook een hele mooie vraag van de heer Baudet. Ja, dat lijkt me een geweldig idee dat u een hoorcollege gaat geven. Alleen niet hier en niet vandaag. Niet vandaag. Dus spreek een zaaltje af. Zaaltje. Dus dit lijkt me een heel mooi. Nee, maar voorzitter, mag ik even afronden? Nee, u bent afgerond. Nee, ik ben nog niet afgerond. Ik heb geen antwoord gegeven op de vraag. Maar dat is dan niet mijn schuld. Maar die filmpjes waarin, die kennen we van de heer Baudet. Ja. En die heeft hij al wat. En één zin. Er is een noodtoestand. Punt. De heer Baudet. De handschoen voor een hoorcollege neem ik op en wil ik graag organiseren voor de heer Van Raan. Op bijvoorbeeld een vrijdagmiddag, als wij op ons partijkantoor elke week een discussieavond hebben. Dus ik nodig hem bij deze uit om zijn verhaal te vertellen. Willen we graag naar luisteren en nader over in debat gaan. Maar ik kom toch even terug op mijn vraag. De Great Barrier Reef. Het koraal zou afsterven. Wat blijkt? Het is aangegroeid. Het is weer hersteld. Er zijn allerlei factoren, maar de natuur is misschien wel veel flexibeler, veel sterker dan wij steeds denken. De ijsberen, zelfde verhaal, zijn nu meer ijsberen dan ooit eerder gemeten. Het gaat helemaal niet zo slecht met die natuur. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dat zijn twee vragen, drie. Ja, vragen. Twee. De uitnodiging voor in het zaaltje forum te gaan discussiëren over klimaat, ik sla hem af. Ik denk dat het tijdsverspilling is. Wat ik wel graag doe, is met de heer Baudet over andere zaken spreken, waarin we in ieder geval op zijn minst beide het gevoel hebben dat we misschien ergens komen. Dan nog Want even in de die Great Barrier Reef. Kijk, als je op een andere planeet zit en die wetenschappelijke gouden uitgangspunten gewoon negeert en daar allemaal flauwekul verhalen over vertelt, dat heeft geen zin. Great Barrier Reefs en de ijsberen. Ja, daar kom ik even graag op terug. Ik heb het niet paraat, dus daar kom ik graag in tweede termijn. Tweede termijn. Dank voor de vraag. Daar houden we hem aan. Voorzitter, dank u wel. U bedankt.